een lezing van mij op 8 november 2022, dat is de verkiezingsdag in de Verenigde Staten, voor de zogenaamde midterms. En dan ga ik waarschijnlijk al speculerend mij afvragen hoe het verder moet met de Amerikaanse politiek, omdat het niet waarschijnlijk is dat ik op 8 november ook al daadwerkelijk weet hoe het af gaat lopen. Of de peilingen moeten zo dramatisch slecht zijn dat ik wel weet hoe het af gaat lopen. 8 november over de midterms. Meestal verkiezingen waarbij de Democraten het niet zo best doen. Dat geef ik u al bij voorbaat. Dat u in een licht gedrukte stemming naar de lezing kunt komen luisteren.